De Rissenders noemt de havezaten altijd het kasteel. Maar kasteel Noosterhof is verder een havezaten, de voorkeur van Hofstede, wat eigenlijk de grote boerderie is. De havezaten Boetnof zag het er vaker uit als grote herenhuizen. Om de havezaten is een dubbel grachtengreep. Dat is veilig voor de lui die woont op de havezaten en ook voor de privacy natuurlijk. Rondom de havezaten ligt een grote tuin met een aparte visvuur. Een gedeelte van de tuin was vroeger een hof om dingen te verbouwen. De adel kon binnen het boerengracht door een enge tuin wandelen. Als de havezaten binnenkomt, zie je direct een grote open haard. Een grote geetijzeren kachel in de opkamer was al een hele verbetering. Want als je de vuurkater lus of dichter doet, kon je de temperatuur in de opkamer al een beetje regelen. Zwinters worden de hen een hele dag gestokken om het hoes warm te houden. Een hoesknecht had een zwart dagwerk aan om de hen een hele dag gangs te houden. Een gewilvenkelder was vroeger een vuurhoutkelder. De gewilven zijn niet voor de meute, maar het is een dreigende constructie voor wat het bovenop is gebouwd. Aan de achterkant van het kasteel is de keuken. Daar was vroeger een ingang voor het personeel en voor de winkeliers die het maar kunnen brengen. De grote rode trappen in het trapmoes is een luie trappen. De trein zit breed, diepe en niet zo hoog. Zo konden de adellijke dames met lange kleren makkelijk naar boven lopen. Hij dat vergelijkt met trekken voor het personeel, dan is het een heel verschil. Kels en vrouwleur hebben eng ruimtes. De kamer voor de vrouwleur heeft in Noosterhof de pauwenkamer. Dat is omdat er een pauw op een skorsteen is geschilderd. In de pauwenkamer zaten vroeger de vrouwleur te handwerken. Ze schreeuwden een brief of ze lezen een boek. Een zolder is voor het personeel. Met een groot hulden rad en een controle met een natte tuig naar boven en het takel om te op te hangen en te laten drukken. Nou, nu heen een beetje een idee wat Noosterhof vuur steelt.